Vorige week zag u hoe Nederlandse kermisexploitanten naar Israël gingen in de winter om te kijken of ze daar in de warmte hun boterham konden verdienen. En daar was Israël. Met al zijn bureaucratie en onderhandelingen over alles. En toch bleven ze maanden in Israël. Kermis voor Abraham. Ergens, krap je lekker op, hè? Ja. Nou begint het niet warm. Ja. Het is erg heet, hè? Oh, het is nou erg warm geworden. Twee weken geleden, toen was het nog ijskoud 's morgens, maar nou is het echt... Je bevriest eerst en nou kom je bezweet je bed uit. Eerst is de boot betaald. Eerst is de boot betaald. De organisatie heeft de boot heen betaald. En dat moet eerst terug betaald worden. Ja, maar dat is al lang terug. Nee, ik zal niet weten wie dat niet terug heeft. En wanneer gaan mensen er echt meer verdienen dan ze in Nederland hadden verdiend? Oh, dat weet ik niet. Ik weet niet hoeveel ze in Nederland verdienen. Dat is heel moeilijk te zeggen. De een die verdient voor de Pasen verdiende patiënten en de andere die heeft voor de Pasen nog geen kermis gehad. Hoeveel gaat er dan om hier als een kermis? Heel veel. Ja, maar noemen ze een bedrag? Ja, heel veel. Probeer een schatting te doen. Ik weet het gewoon hoeveel het is, ik hoef niet te schatten. Nou, zeg eens dan. Dan zeg eens dan. Nee, niet nodig. Als haar knieën ligt. Kijk, hier is achter die dikke tak. Het lijkt wel een hut, maar het is er zo donker. Ik durf er niet goed naar binnen. Ik kan het niet zien hoe diep het is. Nou, dan gaan ze hier naartoe, faxen naar het postkantoor. En dan gaan ze kijken. En dan krijgen wij dat en dan moeten we dat allemaal maken. Gaat dat wel goed? Nou, ik ben een beetje achter met de paarding. Kunnen je ouders je wel alles uitleggen dan? Ja, mijn moeder die snapt sommige dingen ook niet. Want er zijn veel andere dingen wat mijn moeder vroeger op school heeft gehad. En jij vindt het in Nederland wel leuk? Waarom? Omdat je dan meer uitleg en zo krijgt. En nou kan je ze je niet zo goed helpen. Denk je dat je ook een beetje achterkomt nu? Ja, dat denk ik wel. Daarom ook. En niet zoveel? Ja. En in Nederland zit je op de kermisschool, hè? Daar. Ja. Hoe is dat dan, hè? Dat is best wel leuk. Vertel eens. Nou, dan krijg je een dagtaak en dan kun je gewoon de werkjes maken. En als je een werkje hebt gedaan, kan je een kruisje zetten. Dan krijg je ook gewoon goede uitleg. Dus dat is ook heel leuk. Dus met meer kinderen ook, hè? Ja. Nou, op de gewone school is er meer kinderen dan op de rijden school. Elke dag ben je gewoon met die molen bezig, hè? Alle controles erop, hydrauliek nakijken, de boel schoonmaken weer. Want ja, vooral hier nou is het zanderig stoffig, dus het moet toch elke dag even de slang eroverheen. Dus je bent gewoon de hele week weer ermee bezig. Nou, dan is het voor ons 's morgens het onderhoud. Ja, dan ga je 's middags en 's avonds laat ga je draaien eigenlijk. Ik weet niet wat ik moet vertellen. We hebben gewoon een hele hoop meegemaakt hier en ja. Het valt gewoon allemaal wat dat betreft heel erg tegen. Mensen vallen heel erg tegen hier. Heel erg tegen. De vorige keer toen we hier waren, hadden jullie die autootjes nog, hè? Buk hier. Ja, die hebben ze in Asdod, ze hebben ze in de brand gestoken.
En wie dat gedaan heeft en waarom ze het gedaan hebben, dat blijft een onduidelijke zaak. Maar dat het in de brand gestoken is, dat is duidelijk. Het is gewoon aangestoken, het is gewoon echt helemaal toteloos afgebrand. Helemaal weg? Ja. Hier, dat is een autootje geweest, dat. Misschien bedrogen voelde of wat dan ook en gedacht heeft van laat ik hem maar eens een keer even terugpakken. Weet jij veel? Ik zeg maar wat hoor, ik bedoel. En nu? Ja, nou gewoon heel seizoen kwijt. Hier het seizoen en in Nederland. Ja. Maar je hebt eigenlijk geen inkomsten dan, een stuk? Nou ja, we staan hier met 3 attracties, dus we hebben er nog altijd 2. Maar het is, dat was wel de topattractie, die buggy hier. En er zijn hier nog veel meer vervelende dingen gebeurd wel. Dus het is allemaal, we hebben het allemaal heel leuk met elkaar als groep. Maar wat hier, om hier te staan, om hier te draaien, is niet leuk. We komen hier vast ook niet weer. Pizza, people drinking in the night, in 3 o'clock in the morning, and wow, wow, yes, he said. Not our people. No, our people. He said, no, from Holland, they come the police, they say people from Holland, they say they're working in the Luna Park. In Delhi, they come in the night. Okay, straks loop ik overal even langs en dan vertel ik het iedereen. And about the dog, he tell you? Yeah, he's sparing. And what more? The big wheel is too high. It's too high. Nee, ze waren, we hebben een feestje gehad hier, meneer Liander was jaren, op zich niet zo'n probleem, maar daar hebben we klachten over gehad van de buurt. Nou ja, goed, hebben we ons excuus voor aangeboden, was ook geen discussie, maar dan schijnt vanavond, afgelopen nacht weer iemand luidruchtig geweest te zijn. Toch een beetje gedragen in het buitenland, hè? Hoort dat. Hoeveel ramen zijn dat nou? Ongeveer 100 ramen. Iedere dag schoon? In principe iedere dag wordt het schoon. Als er een beetje mensen doorlopen, en vooral zoals hier met dat warme weer, dan moet je ze toch iedere dag minimaal schoonmaken om een beetje ja, geen vingervlekken erop te hebben. Raken mensen ook wel eens in paniek, hè? Niet gauw. Je hebt er af en toe wel groenten bij. En meestal kleine kinderen. En kleine kinderen raken meestal in paniek. Als ze tegen een raam aanlopen en dan zijn ze in één keer de oriëntatie kwijt en dan gaan ze een beetje, willen ze gaan rennen. En dan loop ik meestal naar binnen en haal ik ze voorzichtig uit. Maar verder eigenlijk nog geen schade. De reclame hier in Israël is duidelijk anders dan in Nederland. Nou, in Nederland hebben we dus geen voorverkoop van kaartjes, hebben ze hier wel. En in Ascalon hebben we dus voorverkoop van kaartjes gehad. Dat zijn die gele bonnetjes waar de mensen bij komen. Die worden op de fabrieken verkocht. De fabriek koopt die in hier bij de kassa voor een x bedrag. En van dat bedrag doet de fabriek zelf nog een cent erbij, de eigenaar. En die gaat het dan weer aan hun werknemers voor een nog lagere prijs doorverkopen. Dus de fabriek die sponsort eigenlijk de kermis. En dat is eigenlijk de grootste reclame wat je kan krijgen hier in Israël. Too small.
From Jerusalem. Order! Allemaal. In het Hebreeuws, latet kaas. Met een zet. En als we het stuur moeten draaien, dan is het de letter vet etta hegge. Dat betekent bij stuur draaien. Nou, en het gaspedaal zit links onderin. Dat is Yamin nimta agas. En allemaal dat soort woordjes. Het muntje? Het muntje. Nou, ze moeten dus 3 van die muntjes hebben voor een penning. En dan komen ze met geld aanzetten, maar ja, dan moet je dus zeggen, lekker bella ta simonim bakupa. En dat is de kaartjes, de muntjes kun je halen aan de centrale kassa. En wie heeft je dat verteld allemaal? Ik leer je vanzelf wel, je hoort het van de mensen allemaal hier zo en dan pik je dat op. Er zijn soms representanten zijn al verbaasd dat ik het best wel goed kan praten door de microfoon, maar ja, je hebt het toch best wel nodig, want anders snappen de mensen het ook niet. I cannot drive. Ja, Lama. Sam? Lama is goed. Nou, als ik zie, zoals gisteravond ook, we hebben daar bijvoorbeeld met de exploitatie, hebben we daar een band voor om de mensen een beetje terug te houden. En dan springen ze met 60 man onder de band door en springen met 60, 70 man op een paar gondels af. En dan willen ze er in één keer allemaal in. En of je nou zegt van jongens, wacht nou je beurt af. Of je zegt niks, het blijft allemaal hetzelfde, want ze gaan gewoon door. Ze trekken zich nergens en ook nergens iets van aan. En hebben dan nog een grote mond van dat ze al een uur staan te wachten, wat helemaal niet kan, want ze staan hier echt geen uur te wachten. En dan hebben ze weer, zitten ze in de gondel, dan hebben ze weer geen kaartjes. En dan proberen ze met 1 kaartje, dan proberen ze met 2 kaartjes. Zitten ze met 7 man erin en dan proberen ze 2 kaartjes te geven. Nou, en dan blijven ze aan het handelen net zolang dat jij zegt op een gegeven moment, ik ben er flauw van en nou allemaal eruit. Nou, dan kun je bij vechten af. Ze er weer uitzetten. Nou, dan blijken ze in één keer allemaal kaartjes te hebben. Nou, dan komen ze weer terug, willen ze er weer in. Nou, dat is een... Nee. Het is wel een heel hoog verschil. Maar ik moet zeggen, je werkt hier wel makkelijker. Het is minder gestrest. Kijk, in Nederland ben je constant met een microfoon bezig. Constant aan het praten, aan het praten, aan het praten. Ja, dat gaat hier gewoon niet. Je roept hier wat en dan gaat het gewoon automatisch. Hallo. Maar op een moment gaat het wel leuk en is wel vakantie. Nou, dat is al wel een aanloop nodig. Je moet lange kermis hebben. Dus het duurt een week, 10 dagen voordat ze het eigenlijk goed weten. Waar is je pet nou? In de kast. In de kast. Waarom doe je niet op? Het is er warm voor. Kijk, zo sta ik in de attractie. En dan heb ik mijn pak erbij aan. En ik heb daar een bal in hangen. En daar doe ik een pluimpje aan. En die hang ik een beetje zo over me heen. Dus en dan kunnen de kinderen proberen te pakken. En ik trek hem af en toe een beetje omhoog. Een beetje spelen met die kinderen. En dan, als ze pakken, hebben ze gratis rest. En de bal? Nou, daar heeft hij geen nut. De mensen weten niet eens wat het is. Dus die hebben we er maar uitgehaald. De mensen zien de lol er niet van in.
Dit is de stuur. Daar regel ik de snelheid mee. Des te verder dat de messen in het water komen, daar zit water en saus zit daarin. Des te dieper dat de messen erin gaan, des te sneller gaan de bootjes draaien. Nu gaat de snelheid gaat zich langzaam afvoeren. Zoals u ziet, deze attractie. Deze attractie keer zo hard draaien als menige andere attractie op de kermis. Kijk, nu gaat hij toch echt veel te hard voor kindertjes. Ziet u? Daar regel ik de snelheid mee. Dan heb ik hem weer teruggedraaid. Want kijk, zo kun je niet met kindertje draaien natuurlijk, hè. Dat gaat niet, hè. Hoe komt het nou dat het hier niet lukt? Nou, ik denk dat het heeft te maken, Nederland is een bootjesland. Veel water, bootjes, en hier niet. Dit is geen bootjesland. Je moet echt een bootjesland met water en bootjes, dat zijn ze in Nederland, zijn ze gek op. Controle? Nee, het is niet meer onder controle te houden. Het is heel chaotisch nou. Probeer het. Lukt wel een klein beetje. Wat gebeurt er dan? Er zijn mensen die willen niet betalen. Heel veel mensen die willen gewoon niet betalen. En ze dan draait, dan gooi je er nog een kind bij in en dan willen ze ook niet voor betalen. Dus het is heel problematisch. Ik heb nou iemand van de bewaking daar die ook mee helpt kijken of de mensen op met ik hoop dat het helpt. Gebeurt het nou in Nederland ook dat mensen niet te graag willen betalen? Nee, Nederland nooit. Ja, heel soms, heel enkel. Maar bijna nooit. In Nederland heb je geen probleem. Echt niet. Hier heb je dus echt... Maar waar zou dat dan komen? Ik denk dat ze het duur vinden, mensen. En dat vinden het duur. De manier waarop ze doen, zijn heel... Ze willen altijd afdingen en allemaal. Allemaal dus afdingen of niet betalen. Of... Ja. Ik kan het eigenlijk niet uitleggen. Dit is weer de eerste kermis, ja. Wat wel weer tijd nou, hè? Heel lang stilgestaan, dus wil je wat verdiend worden. Ja, hebben we daar nog een tijd stilgestaan? Nou ja, we hebben een week aan de haven gestaan om op het schip te wachten. En nou 2 weken weer thuis gestaan om op spullen te wachten, dus al met alles dat weer 3 weken. Dus
Slecht weer, hè? Ja, het is hier een beetje frisjes na. Maar als het maar droog blijft, dan komt het volk hier wel, hoor. Dit is echt... kermis moet niet te heet zijn. Met dit weer wat we nu hebben, als het maar niet gaat regenen, dan komt hier genoeg volk. Dat is wel, wel goed, hoor. Geslaagde kermis. Regen erbij, echt ouderwets. De mensen zijn heel anders, hè? Hebben jullie een leuke tijd gehad? Onder elkaar vind ik dat 100% meegevallen is. Maar de rest dat er omheen gegaan is, dat is echt tegengevallen. En naarmate laat, meer naar het einde van de tour, werd dat steeds erger. Dus dat er steeds meer conflicten waren en steeds meer, hoe moet dat zeggen, ja, meningsverschillen. Een beetje onderschat zijn we er naartoe gegaan. Er is toch best een beetje spanningen daar. Zou je het nog een keer doen? Ja, voorlopig niet, de eerste jaren niet hoor. Misschien in de toekomst nog eens. Misschien zal hij zitten hier. Maar als je nou niet naar Israël teruggaat, ga je wel nog naar andere landen toe? Ja, dat weten we niet. Altijd in voor een avontuur. Toch wel? Ja, tuurlijk. Ja hoor. Maar je zou nou gewoon niet zo gauw zeggen van we gaan weer naar het buitenland of wat ook, omdat je best wel het een en ander hebt meegemaakt. Maar op zich kan je daar gewoon best wel geld verdienen, dus daar zou je dan voor terug gaan. Zou jullie het nog eens doen? Nee, absoluut niet. Ik ook niet. Ik ook nooit weer. Nou, ik zeg niet nooit. Maar ik wil nog wel eens naar buitenland, ga ik ooit nog wel eens een keer weer rijden. Dat blijf je toch trekken, denk ik. Maar niet meer naar Israël. Maar wel op een andere manier, niet meer op deze manier. En je mag uitzoeken en je mag uit gaan kiezen. Komt u maar. Kansen gaan waren, jongens. Mee gaan doen, mee gaan spelen bij ons. Volgende week in Werken aan Werk de eerste van twee documentaires over de voetbalclub Vitesse in Arnhem. We zien de ontwikkeling van voetbalclub tot entertainmentbedrijf. Dan nu.